Ja, hè? Dat voelt allemaal een beetje raar. Je mag er nu weer ietsje korter vasthouden. Goed zo. Mooi vriendin. Ik ga even aan de haar voorbeentje. Ik ga nu iets tractie geven naar buiten toe. Want dan wil ik eigenlijk dat het schouderblad dat gaat doen. Als jij wijkt, actieert, moet dat been daarheen kunnen. Want dat betekent dat die mooi in die borst kan veren. Nou, als ik nu vraag, dan heb ik daar weinig mogelijkheid toe. Dat zit ook weer verbonden met dat CTO-gewricht. Doe dit nooit zelf, want je moet goed weten wat je doet. Anders kan je het paardbeen breken of zo. Maar kijk, nu is die wel een stuk verder. Ja. Zie je dat? Ik denk dat dat mooi zichtbaar is. En dan heb ik niet iets raars gedaan. En ook niet iets groots. Maar dat betekent wel echt dat hij dus nu, kijk, nu gewoon hier veel losser is. Nou, en dat is heel fijn als ik daar verbetering in wil brengen. Dat doen we rechts natuurlijk ook even. Knap hoor. Goedje. Nou, doe jij maar één stapje opzij, want als hij dat been uit mijn handen trekt, dat jij niet een knietje krijgt. En dan gaan we wel ietsje korter vasthouden. Dus ja, super. Kijk, dan zie je eigenlijk hier hetzelfde. Dus hij is eigenlijk heel symmetrisch. Alleen ik wil hem bewegelijk hebben. Dat is ineens je been optillen. Kijk, want het schouderblad eindigt hier. Oh, dus die loopt tot zover door? Ja, die loopt tot zover door. En dan zie je hem, kijk, als ik hem... Eigenlijk tilt nu je paard een beetje op. Nee, dat kan niet. Maar je ziet dat het hele schouderblad bewegen. En dat moet ook. En net wilde ik dat eigenlijk niet. Kijk, en dan moet je zien. De kant in één keer wel. En ik doe echt niet... Ja, ik kan mijn spierballen niet laten zien. Maar ik doe echt niet anders eraan trekken. Maar deze beweeglijkheid wil ik hebben. Want dan kan die mooi veren. Dankjewel. En daar wordt ze blij van straks. Hè? Maar nu nog even niet. Ik had ook niet gezegd dat je meteen blij bent. Ga eventjes naar het tongbeen voelen. Het zit... Echt hier, daar zitten heel veel spieren aan vast. En dan voel je ook dat ze wat gevoelig is. En dat doet helemaal niet veel. Maar wel heel belangrijk. Met het maag even. Met de hals. Ja, kijk maar weg van mij. Maar wel netjes afkouwen. Dat is toch wel fijn. Dus. Die achterhoofd nog checken. Dat was niet zo. Nou, aan het achterhoofd, dus aan de schedel echt, daar zitten heel veel dingetjes vast, ligamentjes, uiteinden. En als die heel veel spanning hebben, dan doet dat zeer. Ik weet niet of je wel eens nekpijn hebt, maar ja, het doet gewoon zeer. Nou, wat ik hier doe, is geen handoplegging, want dat kan ik helemaal niet. Maar ik maak gewoon wat ruimte in die aanhechting eigenlijk. Kijk, daar zegt ze, oh, zachtjes. Want ik heb in de rest van het lichaam ruimte gemaakt. Maar als ik hem hier vast laat zitten, op, die, ja, op dat schedelstuk, dat doet zeer. Dat is zonde. Nou, soms gaat ze ook helemaal in mijn hand hangen. Komt dat dan omdat ze dan minder pijn en minder... Hoe heet dat? Dat ze dan minder nekpijn heeft? Dat komt dan omdat ze het inderdaad niet zelf in stand kan houden. Ja. Dus dat klopt wel. En wat het dan precies is, ja, dat moeten we eigenlijk dan in de training bekijken. Ja. Want soms komt ze gewoon met haar hoofd zo van helmhoofd vast. Ja. Ja. Zo. Kijk, dit vind ik ze heel fijn. Het zit er rondom het kaakgewricht ook. En de atlas. En dan maken we los. Is ze naar de tandarts geweest, hè? Ja. Ja? Laatst nog. Mooi. Heeft u iets gezegd? Is daar iets opgevallen? Dat ze rechts... dat daar de tanden meer afgesleten waren? Ja, dus dat het vast. Oh, ja. Ja. Dat komen we nu tegen. Dus daar ga ik ook wat meer mobiliteit in brengen. Zo. Nee. Ja, even naar de andere kant. Kom maar, vriendin. Anders loop je just omver. Ja, lekker, hè? Maar straks wel, meisje. Goed zo. Nou. Ah. Goed zo.
is ook voor mij altijd heel belangrijk dat ik het hele paard doe. Dus niet een stukje. Want als ik alleen haar hoofd doe en ik laat achter zitten, ja, dan zit die binnen nooit aan wat vast. Dus ik doe altijd alles van achter naar voor. En dat heeft ook een reden. De meeste paarden vinden in hun hals en aan hun hoofd heel vervelend. Ja, dat zie je eigenlijk bij haar ook wel. Achter, nou ja, vindt het wel prima. Maar hier zegt ze toch wel een paar keer van, nou, Dus als ik ze dan al een beetje geïrriteerd heb en ik ga dan achter staan, ja, dan wordt dat soms ook minder prettig. Dus dat is de reden dat ik dat onder andere zo doe. Want uiteraard is het wel zo dat ik probeer om ze zo comfortabel mogelijk te houden. Alleen ik vind het wel heel fijn als ze communiceren als ze echt iets pijn doet. Want ik bedoel, dan weet je maar dat ze pijn hebben. Kijk, maar nou kan ik hem pas helemaal op het achterhoofd mooi doorbuigen. Ga voor. Dus daar ben ik blij mee. Ik heb een hoop gedaan. Achter, in de hals, op de kaken, op de achterhoofd. Dat betekent dat jij eventjes 2 dagen mag longeren. Ja. Onbelast trainen, wel trainen. Want ik ben aan het mobiliseren geweest voor jullie. Dat betekent dat ik vooral niet wil dat ze stilstaat. Dus dat ze wel beweegt, maar onbelast. Dus geen ruiter op de rug. Dus goed longeren, werk aan de hand. Als je dat al kent, is een mooie manier om daar wat mee te doen. Ze gaat zo meteen op mijn blok staan. Dat kan ik ook, wat jij kan. Dus je mag nu even wandelen met haar. En dan gaan we eens even kijken wat deze ingeslagen weg gaat opleveren de komende weken. En dan wil ik hem eigenlijk in een weekje of 4 terugzien. Om te kijken wat er overblijft. Ja. Ja? Goed. Nou, succes met de verdere training. Dankjewel.